Ze hebben mij al heel veel gevraagd voor zo'n projecten. Ik ben niet zo graag de man die mijn partituren heeft van maat, daar speel jij. Ik laat dat graag. Ik ben eerder een soort eindregisseur. Dat vind ik echt veel toffer. Ik laat maar gaan. Oké, hier en daar grijpt er wel in en je komt met ideeën af. En dan op het einde, oké, moet je wel iemand beslissingen nemen. Die moeilijke taak neem ik dan wel graag eens op mij. Beautiful experience to play Greek music, to Arabic music, to my composition, to Wouter's, and to play with a flamenco and with a dancer. It's an overwhelming experience. My exodus was because of the war. No one wants by his own will to leave his land. Especially I was living all of my life in the city of Aleppo. I was doing music, teaching there, so I didn't need to leave actually. We have two ways to deal with it. We can just be depressed and disappointed, and I was actually, but I said to myself, okay, there is the other way, is to laugh and to face the life. And music is something for, you know, for joy, to make people happy. That's what music means to me. Exodus is natuurlijk ook dat is uittochtmuziek die gemaakt wordt door een volk dat verjaagd is. En dus in haar muziek eigenlijk de melancholie van het thuisland oproept. Een plek die niet meer hun woonplaats is, via muziek terug tot leven brengt. Ik vind het magisch, die muziek, de herhaling, het soort van, er ontstaat een soort van extase, zoals in het nummer dat wij spelen, 100 drachmen. 100 drachmen ieder uur, dat is per loon mijn lieve schat. On a la fois de la musique style arabe, on a du flamenco, de la musique grecque. On marie un peu tous les styles des régions du monde qui ont été à un moment donné concernées par l'exode à des différents moments de l'histoire. Empecé con la guitarra con 11 años, pero primero con guitarra clásica y luego, poco después, con 13 años, encontré el flamenco y me cogió así. Y desde entonces estoy metido en eso. Pienso que la raíz flamenca, dentro del nombre de Exodus, tenía que estar. Porque los gitanos han sido con los judíos los que más perseguidos han estado, ¿no? Entonces creo que es un pilar el flamenco en la palabra Exodus. Ay, 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 ay. No sé, algo que me ha gustado desde pequeña. Yo siempre bailaba y mi madre me llevaba a bailar y yo lo que quería escuchar era flamenco. Y yo decía flamenco, flamenco, flamenco.
y así. El flamenco es todo, ¿no? El flamenco es un estilo de vida, lo lleva contigo siempre. Canon is a sort of lap harp. It's one of the early instruments in the world. From Iraq, from Babylon and I learned music by meditating. Music was forbidden at home, so I had no instrument, nothing, so I had to imagine the instrument in my head, and that's how I learned music. Ce qui me plaît bien dans ce projet, on parle du thème de l'Exode. Je sens, en tout cas, dans la musique qu'on fait, le répertoire qui est choisi, mais aussi chaque personne, chaque instrumentiste qui joue a un instrument particulier qu'il joue. Et quelquefois, on n'a pas besoin d'avoir des mots. Il n'y a que les instruments qui racontent, en fait, leur histoire. C'est un peu comme une réunion de gens qui se racontent leur histoire, de ce qu'ils ont vécu, ce qui s'est passé.